Deze machine is een medisch instrument met als inhoud de beste technologie. Het is een intensive care systeem zoals in ziekenhuizen wordt gebruikt. Zelfs een ruimte vol met ontwikkelde technologie is niet te vergelijken met een hoger ontwikkeld systeem van biotechnologie. Dit superieure systeem om het embryo heen is de placenta en heeft als taak de volledige voorziening van het embryo. De placenta is te vergelijken met een dialysemachine, hart-longmachine en een kunstlever. Het voert alle functies tegelijkertijd uit. Het is een verwonderend stuk werk wat de moeder en het kind in leven houdt. De cellen in de placenta herkennen de voedingsstoffen uit de miljoenen moleculen in het bloed van de moeder en geven deze stoffen toegang tot het kind. Bescherming van het embryo is ook een taak van de placenta. Agressieve cellen uit het lichaam van de moeder vallen het embryo in de baarmoeder aan. Cellen aan de buitenkant van de placenta vormen een filter tussen de aderen van de moeder en het embryo. Deze cellen laten voedingsstoffen toe en houden immuniteitscellen tegen. Als deze taak aan de mens was overgedragen in plaats van aan de placenta, dan had het embryo niet langer dan een paar minuten kunnen leven. De mens bezit geen technologieën om de veranderende behoeften van het embryo te berekenen en te vervullen. De enige technologie die volledig ontwikkeld is om deze taak uit te voeren, is de placenta. De navelstreng vormt een link tussen het kind en het lichaam van de moeder. De navelstreng, die na de geboorte wordt verwijderd, is een verwonderend stuk machinebouw en speelt 9 maanden lang een cruciale rol. Het bevat 1 ader en 2 slagaders. De ader voorziet het embryo van voedingsstoffen en zuurstof. Zo verdrinkt het embryo nooit, ondanks het feit dat het in een vloeistof leeft met 2 longen gevuld met water. Het zal niet sterven, ondanks het feit dat het nog spijsvertering kent, nog kan eten. In beide behoeften wordt door de placenta voorzien. De slagaders verwijderen kooldioxide en afvalstoffen uit het lichaam van het kind. Nog de moeder, nog het groeiende embryo zijn zich bewust van deze systemen en processen. Terwijl de maanden verlopen, krijgt het kind zijn vorm en groeit het. Het bereidt zich voor om de buitenwereld te betreden. Het is tijd voor de laatste fase, de geboorte. Er staat het kind in de baarmoeder veel gevaar te wachten. Het kind wordt geboren wanneer het de baarmoeder verlaat en door het geboortekanaal het lichaam van de moeder verlaat. Tijdens de geboorte zal in deze nauwe ruimte de schedel van het kind onder zware druk komen te staan. Ook hier is rekening gehouden met de gezondheid van het kind. De schedelbotten van een pasgeboren kind zijn zacht. Bovendien zijn de schedelbotten nog niet met elkaar verbonden. Tijdens de geboorte overlappen de schedelbotten elkaar. De opening tussen de botten beschermt de schedel tegen breuken.
Op deze wijze wordt het kind gezond geboren en blijven de schedel en de hersenen onaangetast. In de volgende maanden zal de schedel verharden en het kind een gezond leven kunnen leiden. De fasen die u in deze film heeft gezien, heeft ieder mens in de wereld meegemaakt. Iedereen heeft als zaadcel de race naar de baarmoeder voltooid en daar zichzelf met de eicel verenigd om als één cel het leven te beginnen. Zelfs voordat zij bewust waren van hun eigen bestaan, gaf God hun lichamen een structuur en schiep hij uit één cel een volwaardig mens. Het is ieders plicht om deze feiten goed te beseffen. Het is uw plicht om stil te staan bij uw bestaan en God hiervoor te danken. Vergeet niet dat onze Heer, die onze lichamen eens heeft geschapen, ons na de dood opnieuw zal scheppen en ons op alle gunsten die Hij ons heeft geschonken zal aanspreken. Dit is niet moeilijk voor hem. Zij die hun eigen schepping hebben vergeten en het hiernamaals ontkennen, leven in bedrog. God spreekt over dit soort mensen in de Koran. Heeft de mens niet begrepen dat wij hem hebben geschapen uit een levenskiem? Doch ziet, hij is klaarblijkelijk een redetwister. En hij zet ons verhalen voor en vergeet zijn eigen ontstaan. Hij zegt, wie kan de beenderen doen herleven als ze vergaan zijn? Zeg, hij die hen voor de eerste keer schiep, zal hen doen herleven. Hij heeft kennis van de gehele schepping.